Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo voor de Daily Minutes met een nieuwsupdate voor vandaag 31 augustus 2015. Dit is het bulletin van maandag. Vandaag een uitzending over het DNAT van afgelopen weekend. Deze uitzending is in zijn geheel gemaakt door Simon, PA9 TV. Afgelopen weekend was weer het DNAT, het Deutsch-Niederländische amateurtreffen. In en rond de stad Bad Bentheim is het dan weer een drukte van belang. Deze zaterdag was uw reporter aanwezig om verslag te leggen van de gebeurtenissen. Na een lange file en te laat vertrekken kwam ik aan in Bad Bentheim. Zoals gebruikelijk tijdens het DNAT was er geen lege parkeerplek te vinden. Totdat PA3XA schreeuwde, daar is er een. Na de auto geparkeerd te hebben, bleek dat we op korte afstand van de Treudelmarkt stonden. Een zeer grote markt met allemaal rommel. Een echte aanrader als uw partner op zoek is naar een leuk bloemenvaasje. Uw kinderen of uzelf naar een uitbreiding van de Playmobil of de Lego set. En, u hoeft zich daar niet voor te schamen, u naar een uitbreiding van uw collectie porseleinen miniature windmolens. Het DNAT is voor zendamateurs vooral een sociale belevenis. Velen trekken met kampeerwagens en tenten naar de campings in de buurt. Een ander reserveert een huisje of boekt een hotelletje. Er wordt vaak samen gegeten, hetzij in hotels of samen aan de barbecue. Na de richting van de zaterdag Radio Vlooienmarkt te hebben gekozen, liepen wij in de armen van het Noordzee Veldtagteam. Een bonte collectie radioamateurs van de DARK, die met hun drie ortsverbenden samen een indrukwekkende mobiele shack hebben gebouwd. Deze shack bestaat uit een wagen die helemaal vol staat met radioapparatuur. Wanneer het regent, kan men met de luiken open ook binnen plaatsnemen. Als de zon schijnt, zijn alle spullen aan de buitenkant van de zeg maar een rijdende radiokraam te bedienen. Ook hebben ze een aanhanger met daarop een indrukwekkende lierinstallatie. Met daar bovenin diverse antennes, een FB30, een 2 meter 70 centimeter stok, een biquad voor 2 meter en een montagepunt voor hun korte golfdipool. Onderaan de mast staat een professionele militaire antennetuner. Verderop is de radiomarkt. Uw reporter was er om 12:30... Maar de meeste dagjeshandelaren op de binnenplaats hadden er al genoeg van en begonnen collectief hun spullen in te pakken. Snel nog even polshoogte genomen en inderdaad, het bestond voor een groot deel uit winkeldochters met veel te hoge prijzen. De elektronica-knutselaar kon wel zijn hart ophalen, want er was veel los materiaal, waaronder een paar zeer bijzondere zaken zoals een meerdere kilowatt antenne doorvoer. Echt een joekel van een ding. Binnen in de gymzaal was het prima te doen. Het was daar een stuk koeler. Wat wel opviel was dat de organisatie ook dit jaar, net zoals vorig jaar, er niet in geslaagd was alle ruimte te verhuren. Ook hier hadden een paar handelaren alles bijna al ingepakt, maar was er toch nog wel wat te zien. Uitschieters waren de DLQRP-club, die probeert bouwpakketten en elekraftlijn te verkopen, en een stand met Bonito radiospullen. Ook hier waren weer een stand met microwave-spullen en diverse tweedehands onderdelen. Ook nieuw was er te koop. Na de markt te hebben afgestruimd, begaven we ons naar de kroeg, jawel. PA3XA had nog een biertje te goed voor de parkeerplaats. Op het terras was het een weerzien van oude vrienden. Het eigenlijke thema van het DNAT. Arnold Vogelaar, PE1AMH van de NVRA, was weer uit het gips. Een breuk die hij opgelopen had tijdens het herbouwen van de antennemast van het NVRA clubstation. Hij had ook een drone gekocht, overigens bestuurbaar op de bijna ongebruikte band, jawel, grapje, van 2,4 gigahertz. Ook Edward, PE1NBS, de beheerder van de ATV-repeater PI6HHW en zijn vrienden, waren er weer te vinden en deden zich te goed aan het Duitse bier en grote borden met eten. Na onze fitnesstellersalade te hebben gegeten, zijn we nog even langs de Duitse supermarkt gereden voor goedkope wijn en andere lekkere zaken. Waarop wij weer via een lange omweg naar huis zijn gereden. Daily Minutes is dagelijks om 1900 uur op 6005 en op 7310 kHz. En 5 minuten later op PI2NOS. De dag erop zijn er herhalingen om 10 uur op 7310 kHz. Om 10:30 op PI2NOS. En om 14:30 op 9560 kHz. Mailadres van de uitzendingen is x@xdv.me. Redactie en presentatie van deze uitzending PA0ETE en PA9TV. Met bijdrage van PD4ROB. De techniek is in handen van PA0ETE.